staatssecretaris voor Financiën, waar hij eigenlijk van is, wat hij doet, waar gaat hij over, in die enige reden. Ja, leren met geld omgaan is natuurlijk ontzettend belangrijk en eigenlijk kan je daar niet jong genoeg mee beginnen. Dus we zijn heel blij dat wij ook vandaag daar bijvoorbeeld een gastles over hebben kunnen geven. Wie van jullie heeft een bijbaan? Een bijbaan. Ja. Eigenlijk bijna allemaal, hè? Ik heb dan een gastles gegeven over de belastingen, dat is mijn onderdeel van geld. En we hebben het bijvoorbeeld gehad, als je een bijbaantje hebt, ja, wat is het eigenlijk verschil tussen je bruto en je netto loon? En waarom maakt het ook echt uit? Ik vond het heel interessant, de gastles. En ja, ik heb er veel van geleerd. Het is weer eens wat anders dan in de les zitten. In het kader van de Week van het Geld zijn we vandaag in het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam. In het museum laten we de fiscale geschiedenis van Nederland zien. Waarom betaal je belasting? Waar betaal je allemaal belasting voor? En wat zou er gebeuren als je geen belasting betaalt? En daarnaast hebben we een hele mooie collectie van de douane. Ook ouders hebben heel goed door hoe belangrijk het is dat je leert kinderen hoe je om moet gaan met geld. Omdat ze daar ook later echt plezier van kunnen hebben. Ik kan heel goed met geld omgaan. Ik heb mezelf een beetje aangeleerd. Eerst stond ik vaak in het rood en nu kan ik het veel beter mee omgaan, ben ik goed aan het sparen. Als wij in het museum vragen wie betaalt er al belasting, dan blijven die vingers vaak omlaag. Maar je betaalt wel belasting, zeker ook als je 12 bent en je zakgeld uit gaat geven aan bijvoorbeeld snoep. Ook daar betaal je belasting voor, een stukje btw. En dat vertellen wij jou hier in het museum.